Het duurt nog anderhalf jaar, maar de voorbereidingen zijn al in volle gang. In 2026 viert Els haar 1300-jarige bestaan. Een team van vrijwilligers begint nu met het organiseren van het grote feest. Met als aftrap de onthulling van het logo. Els heeft eerder een jubileumfeest gehad voor het 1250-jarig bestaan van het dorp. Veel mensen kijken hier met plezier op terug. Genoeg reden om over anderhalf jaar het 1300-jarig bestaan te vieren in Elst. Met de onthulling van het logo van Stichting Elst 1300 begint de organisatie van een groot jubileumfeest. We staan nu onder de toren van de grote kerk van Elst. En ja, dat is heel typerend voor Elst. Iedereen kent de Elster toren. En dat is dus het symbool wat ook op het logo staat. Nou ja, ik denk dat het een heel mooi logo is om de kerktoren als een soort boegbeeld van Elst neer te zetten. Heel herkenbaar punt. Van welke kant je er ook naar kijkt, je ziet altijd die kerktoren. Dus ik denk dat dat een heel mooi verbindend element is voor mensen die in Elst wonen. Na de zakelijke voorbereiding begint de stichting nu met het organiseren van alle activiteiten. Tijdens het jubileum moet het thema verbinding centraal staan. Iedereen die in Elst woont, die moet op de een of andere manier aansluiting vinden aan lokale activiteiten, het verenigingsleven, etc. En dat kunnen de oud-ingezetenen zijn, maar ook de mensen die er later zijn komen wonen. We hebben een hele grote nieuwe wijk Westeraam. Je hebt mensen die als vluchteling hier zijn komen wonen. Ook die moeten er zich bij thuis gaan voelen, moeten betrokken worden bij activiteiten. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als er rond zo'n thema wat reuring ontstaat en juist die verbinding wordt gezocht bij Elst en met elkaar, oude Elstenaren, nieuwe Elstenaren. Nou, als we daar wat dingen omheen kunnen organiseren, we kunnen daar een mooi feestelijk jaar van maken, dat is hartstikke mooi. Hoe het jubileum eruit gaat zien is nog even afwachten, maar ideeën zijn er genoeg. Ik vind het te vroeg om daar al veel over te gaan zeggen, omdat je dan meteen verwachtingen wekt. Maar er zijn wel allerlei ideeën en we gaan nu de komende maanden met de gemeente samen eens op een rijtje zetten. Wat zou er allemaal kunnen? En dan moeten we vervolgens kijken, ja, en kan dat dan ook financieel? Kan dat ook qua ondersteuning van mensen? Kan het in het dorp een plek vinden? Dus er zijn wel ideeën. Maar ik ga er verder nog niks over zeggen.